Het is vandaag 6 juli en het is prachtig weer. Ik sta hier aan de Piershaven in Tilburg, waar vandaag een varend tango-diner wordt georganiseerd. En de boot waarop dat allemaal plaats gaat vinden, bevindt zich hier achter mij. Het is bijna nu niet te zien, maar we gaan straks even van dichterbij kijken. Nina, jij hebt dit georganiseerd. Hoe ben je op dit idee gekomen? De te gekke etentjes. Dat is eigenlijk waar dit etentje ook binnenvalt, binnen die reeks, de te gekke etentjes. Ik wilde eigenlijk iets doen met een totaalbeleving, een culturele beleving, op een andere manier je stad beleven en naar de stad kunnen kijken en lekker eten. Dat vond ik allemaal heel erg leuk en dat heb ik een beetje geprobeerd te combineren in een reeks bijzondere nieuwe belevingsetentjes, als het ware. Nee, doen we niet aan. Het is nou prachtig weer en als het nou onderweg heel hard gaat regenen, wat doe je dan? Dan gaan we lekker onder de brug eten. Ja, dan varen we naar een brug toe en dan gaan we daar stil liggen. En dan kun je toch droog eten op het water. Ja. En hoe klinkt de muziek dan? Ja, nog veel mooier. Ja, ja, dat is echt, dat werkt als een soort klankkas eigenlijk. Het is wel heel leuk. Misschien een goed idee van jou om daar, misschien kunnen we daar even stil gaan liggen. What is your name? Diego Altamirano, Mar Diego. So you're from where? Argentina. Argentina, yeah, from La Plata, very close to Buenos Aires. Okay. What's it like to cook here on the water? You should ask me in 2 hours from now. This is the first time I do it in the water. And actually, since I came to the Netherlands, I always wanted to do it. But this is my first time. Okay. Het is de eerste keer dat hij hier kookt op het water. Dus we hebben een primeur. Maar hij is waarschijnlijk al kok in het dagelijks leven geweest in La Plata in Argentinië, waar hij vandaan komt. So, you were a cook in La Plata, Argentina? No, but I always love to cook for friends and for big groups. So this is a first professional. Yeah, but together with my girlfriend actually, who is preparing all the other food. I'm doing the grill part, the chorizos. Okay. And Baike is doing the rest. The first cheese, the second dish, the dessert, the coffee and the cake. Okay. Hij doet dit samen met zijn vriendin. Hij doet het grill gebeuren. Hij kookt niet professioneel. Dit is de eerste keer dat hij voor klanten echt kookt. En samen met zijn vriendin, hij doet het barbecue gedeelte en zij doet koffie, dessert en alle toegevoegde zaken. Que eres mi consuelo.